Leuk dat jullie er weer zijn. Gaan we iets leuks doen, Bax? Mm-hmm. Jazeker. Vandaag gaan we iets leren over onze maan. De maan? Die is er toch alleen 's nachts? Of kunnen we die nu ook zien, Bax? Nou, om dat te bekijken, gaan we samen een ruimtereis maken. In een echte raket. Ja, naar de ruimte! Eerst wil ik wel eens zien of jullie de maan kunnen herkennen. Je ziet hier 3 plaatjes. Kunnen jullie raden welke de maan is? Nou, het is niet die gele. Dat is een kaas. Cheese? Ja, hij lijkt wel een beetje op de maan. Maar ik trap er niet in hoor, Bax. Oké, Toby. Die van kaas is natuurlijk niet de echte maan. Maar welke is dan wel de echte? Not the blue one, that's the earth. Ja, goed gezien. Dat is de aarde. Met haar blauwe zeeën en witte wolken. Dan is die middelste, de grijze, de maan. Ook met gaten, maar deze is niet gemaakt van kaas natuurlijk. Ja, dat is inderdaad de maan. De maan die om de aarde draait. Het lijkt wel of hij een gezicht heeft, hè? Yes! Look at that! It's full of holes. Ja, helemaal vol ronde gaten. Hoe komt dat, Bax? Die ronde gaten zijn kraters. Die ontstaan door inslagen van meteorieten. Dat zijn stukken steen of metaal die door de ruimte vliegen. Als ze tegen de maan aanbotsen, knallen ze zo hard op het oppervlak dat er een kuil ontstaat. Soms een klein kuiltje, maar soms ook een hele grote. En waarom is de maan eigenlijk zo grijs? Dat komt omdat de maan gemaakt is van steen. Wetenschappers denken dat de maan is ontstaan toen er miljoenen jaren geleden een andere planeet tegen de aarde botste. Wauw. Door de botsing braken er allemaal stukken steen af. Wow. De brokken steen klonterden samen en bleven in een baan om de aarde zweven. Langzaam drukten de stenen steeds meer tegen elkaar, totdat het een bol werd. Maar als de maan van steen is, hoe kan hij dan licht geven? De maan geeft zelf geen licht. Hé? Hoe kan dat? Dat zal ik jullie uitleggen. De maan is dus gemaakt van steen. En steen geeft geen licht. But the moon can be so bright. Ja, hoe kan hij dan zo mooi schijnen? Het licht van de maan is eigenlijk licht van de zon. Hé? Dat zit zo. Het licht van de zon schijnt op de maan. De lichtstralen weerkaatsen op het oppervlak van de maan en vanaf de aarde kunnen wij dat licht zien. Wij zien dus eigenlijk gereflecteerd zonlicht. Wow. Dan hebben we toch een beetje zonlicht in de nacht. Goed zeg. Soms zien we maar een halve maan. Hoe komt dat dan? Dat zal ik jullie laten zien. Het licht van de zon valt op de maan. En omdat de maan om de aarde heen draait, zien we soms precies de kant van de maan die helemaal verlicht is. Dan is het volle maan. Precies, maar vaak zien we de maan zo dat de zon er vanaf de zijkant op schijnt. Dan zie je de ene helft in het licht en de andere helft blijft donker. Halve maan, maar dan is het dus nog steeds een hele bol. Ja, het donkere stuk zie je alleen niet zo goed in de nachtelijke hemel.
Daarom lijkt het alsof er maar een half stukje maan hangt. Soms zie je zelfs een tijdje helemaal geen maan, want dan schijnt het licht precies aan de achterkant van de maan. En dan zien we hem niet. Maar gelukkig draaien we allemaal verder en komt het verlichte stuk weer tevoorschijn. Totdat de maan weer helemaal vol is. Laten we een spelletje doen. Kunnen jullie raden wat je hier ziet? Blauw? Something blue? Is it the sky? Ja, de lucht. Een beetje wit. Is het iets wat in de lucht vliegt? Is it a bird? Nee, het is geen vogel. Nog meer wit. Oh, ik weet het, ik weet het. Het is een raket. Yes, a rocket. Goed gezien, Toby en Pepper. Dit is een raket. En om precies te zijn is dit de eerste raket die mensen naar de maan heeft vervoerd. Ongeveer 50 jaar geleden. Dit zijn dus al oude beelden. Deze missie heette Apollo 11. Drie astronauten waren 4 dagen onderweg naar de maan. Toen ze bij de maan aankwamen, mochten 2 van hen, Neil Armstrong en Buzz Aldrin, op de maan lopen. In spacesuits! Ze hadden speciale beschermende pakken aan. Net als wij nu. Er is namelijk geen zuurstof op de maan. En het kan er heel heet en heel koud worden. What did they do there? Wat ze daar deden? Ja, niet alleen even wandelen natuurlijk. Ze hebben meetapparatuur neergezet om meer te weten te komen over de maan. En allerlei stenen verzameld en meegenomen om hier op aarde te onderzoeken. Daarna zijn er nog 5 keer mensen op de maan geweest. Zullen we nu iets gaan raden? Ik stel de vraag en dan moeten jullie raden, goed? Ja hoor, Toby. Oké, hoe groot is de maan vergeleken met de aarde? Is hij ongeveer even groot als de aarde? Is hij wel 100 keer zo klein als de aarde? Of ongeveer 4 keer zo klein als de aarde? 100 times smaller. Nee, dat is niet goed, Pepper. Hij is wel kleiner dan de aarde, maar ook weer niet zo klein. De maan is ongeveer 4 keer zo klein als de aarde. Dus er passen bijna 4 manen naast elkaar in de aarde. Oh, it looks much smaller. Brrr. De maan lijkt zo klein omdat hij heel erg ver weg staat, hè Bugs? Dat klopt helemaal, Toby. En wisten jullie dat andere planeten ook manen hebben? Hè? Bestaan er dan meer manen? Jazeker. Sommige planeten hebben er zelfs meer dan 1. I'd love to see those moons. Hier hebben we de planeten in ons zonnestelsel. Sommige planeten hebben geen maan, zoals Venus en Mercurius. Oh, wat ongezellig. Maar de meeste hebben er meer dan 1. Mars bijvoorbeeld, die oranje in het midden, heeft 2 manen. Dat lijkt me leuk zeg, 2 manen. I wish we had 2 moons. Wat denk je dan van de 14 manen van Neptunus? Kijk, hier zie je er 1. Dat is meer een brok steen. Maar dat is nog niks vergeleken met Jupiter. Die gestreepte rechtsboven, die heeft wel 79 manen. Wow, wat veel! Brrr. En allemaal verschillend. Het lijken wel knikkers. Maar toch is onze maan de mooiste, hoor, Bugs. Gelukkig maar, want we kunnen de maan niet zomaar even ruilen. Jammer. Maar we gaan nog wel een keertje terug naar de ruimte, toch, Bugs? Ja hoor. We komen hier gauw een keertje terug. Bye bye! Dag! Dag ruimte! Tot de volgende keer! Dat was leuk, zeg. Vond jij het ook leuk, Pepper? Yes! We hebben een mooie reis gemaakt. En weet je nog wat je allemaal hebt geleerd? Oeh.
Dit is de maan. Hij is gemaakt van steen. En op de maan zitten allemaal grote, diepe kraters. Doordat de zon op de maan schijnt, lijkt het alsof hij licht geeft. Soms zien we hem half en soms zien we hem helemaal. Volle maan! Om onze eigen aarde draait er maar één maan. Maar de meeste andere planeten hebben er heel erg veel. Dat was een mooie reis, hè? Ja, en de volgende keer gaan we daar kijken. En daar? Ja, dag allemaal. Bye, bye. Tot de volgende keer. Doei. Bye.